Vandaag ben ik op de NDSM-werf. Een gebied van 63 voetbalvelden groot in Amsterdam-Noord, wat stap voor stap getransformeerd wordt van een verlaten scheepswerf naar een mooi stadsdeel, waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt. Zoals de trouwe kijker misschien nog wel weet, hebben we ruim 3 jaar geleden ook al een vlog opgenomen over deze enorme gebiedsontwikkeling. Tijd voor een kleine flashback. Nou, naast bestaande karakteristieke monumentale gebouwen op NDSM realiseren wij ook nieuwe gebouwen, vele woongebouwen. Het gebouw wat je hier ziet is de Pontkade. Nou, dat is een prachtig complex, ontworpen voor de architectancy. Bestaat uit 252 appartementen. Naar verwachting is het gebied in 2028 voltooid. De NDSM-werf wordt een soort stad in een stad. Super puur, met een eigen identiteit en een eigen karakter. En ik ga zeker nog een keer terug om te kijken hoe het straks is als het helemaal af is. Het gebied is nog lang niet af, maar er is hier zoveel veranderd en er gebeurt hier nog zoveel dat we alle reden hebben voor een update over de bouwwerkzaamheden. We zijn in 2018 hier gekomen. Toen zijn we begonnen met fase 1-2. En we zijn nu bezig met de Pontkade fase 3. En we zijn vorig jaar juni gestart met Nautisch B10. En we zijn bezig met Binnendok B3. Pontkade fase 3 bestaat uit 208 appartementen. Een kantoorgebouw, blok K. Commerciële plint met winkels en daaronder een parkeergarage. Fase 3 bestaat uit 4 bouwdelen met eigenlijk alle 4 verschillende gevelafwerkingen. En we staan hier nu bij blok B en die heeft als gevelafwerking lauwkienbeplating met keramische tegels die aan een speciaal ophangsysteem hangen. Doordat je zoveel verschillende gevelafwerkingen hebt, moeten we samenwerken met veel verschillende partners. En ja, ik ben wel heel erg blij met het resultaat. Trots ben ik het meest op, zeg maar, aan de samenwerking. Het is een bouwcombinatie van KWA en IWB Condor. En het resultaat tot heden wat we met elkaar hebben bewerkstelligd, zeg maar. Ook de komende jaren gaan we nog heel veel bouwen en ontwikkelen op de NDSM-werf. Dus dit is zeker niet de laatste keer dat we hier komen filmen. Kijk op werkenbijvolkerwessels.nl als je wil dat wij de volgende keer jouw project in beeld brengen.